In dit filmpje laat ik alle hindernissen zien die de recreatieve categorieën voor zowel de jeugd als de volwassenen moeten / mogen klimmen tijdens de OO Challenge 2022. De volwassenen pakken allereerst een balk en rennen een rondje om het sportpark. De jeugd hoeft geen balk te pakken, maar rent wel een rondje om het sportpark. Je vervolgt je weg langs de heg helemaal om Alpha heen. Je rent langs Bravo. Je gaat door de fietsenstalling. Over de parkeerplaats, dit zal duidelijk afgezet worden. En langs de heg ren je weer voorbij de container. De volwassenen leggen een balk neer. En iedereen vervolgt hun weg naar de eerste hindernis. Hindernis A1, oftewel de eerste van Alpha. Je klimt 5 meter aanpang. Je start op de lage balk. Je klimt onderlangs en je raakt de volgende balk aan en vervolgens ga je over het veld verder. Hindernis B1, je klimt over het muurtje en onder het kruipnet door. Je mag de zijkanten van het muurtje gebruiken. Na het kruipnet ga je linksaf om Bravo heen en vervolg je de route. Vervolgens loopt de jeugd deze looproute. Ze gaan om Bravo heen, tussen de korfbalvelden door. Zodra je door het gat in het hek kan, ga je het veld op waar je krachtoefening doet. De volwassenen daarentegen lopen een lange ronde langs de heg, over de parkeerplaats. En hier, let op, ga je niet rechtdoor, maar je gaat rechtsaf richting het korfbalveld. Linksaf langs het hek. En op deze manier loop je ook hier het veld weer op waar je de krachtoefening doet. Na de krachtoefening rent iedereen door naar het einde van het veld. Dan pas sla je linksaf, zodat je weer door het gat in het hek verder kan naar de volgende hindernis. Hindernis A2. Over het muurtje en over het daknet. Na het daknet mag je naar de grond toe en ga je linksaf verder. Hindernis B2. Via de heg kom je aanrennen. Je klimt over het daknet XXL. Via de andere kant ga je weer naar beneden. En je rent verder langs Bravo. Hindernis A3. Je komt via het veld aanrennen. Je klimt via het net omhoog over de balk. En via de catcrawl of de aaphang klim je tot het uitklimtouwtje. En je gaat om Alpha verder. Hindernis B3. Je komt weer via de heg aanrennen. Je klimt nogmaals over het daknet XXL. Deze keer klim je door via de M-hindernis. En de opdracht is om zonder de grond te raken naar de overkant te komen. Ook hier mag je de grond niet raken totdat je over het balkje bent geweest. Vervolgens ben je nog niet klaar, je moet namelijk nog over de zwevende balken heen. Zodra je over de laatste balk geweest bent, mag je naar de grond en je route vervolgen. Hindernis A4. Je start aan de andere kant van het muurtje. Je klimt hier 5 meter apenhang. Je tikt de balk aan. Dan mag je naar de grond en via de bandenmuur omhoog. Je klimt verder over het net. En via de schuine muur naar beneden. Je mag er ook voor kiezen om vanuit de aaphang in één keer naar het net toe te klimmen. Na de hindernis ren je door naar Bravo. Daar klim je B4. Dit is de laatste hindernis waarbij je weer over het daknet XXL gaat. Nou pak je de staplussen. En via de staplussen ga je zonder de grond te raken naar de overkant. Je kan er ook voor kiezen om de stapbanden te pakken.
Ook hierbij mag je de grond niet raken. Vervolgens loop je over de zwevende balk. Totdat je de laatste muur met je hand kan aanraken. En dan mag je uit de hindernis. Hindernis A5. Je begint op de lage rustbalk en je klimt via de staplussen naar de overkant. Zodra je over de laatste staplus heen kan stappen, ga je naar de grond. En dan mag je kiezen om een lage swing over te pakken of om over het muurtje te klimmen. Hindernis B5 is nogmaals over het muurtje en onder het kruipnet door. Hindernis A6. De pallets. Via de pallets ga je naar de overkant. En zodra je op de grond kan, volg je je weg over het houtsnippenpad. Je kunt er ook voor kiezen om hier de monkey bars te pakken. In dat geval moet je eindigen met je voeten voorbij het lijntje op de grond. Hindernis B6 is de apenhang. Je begint in het midden van de baan. Je klimt omhoog, dat mag met een voetklem, mag ook op deze manier, zodat je de balk kan aanraken. Vervolgens klim je in één keer door naar de apenhang. Je klimt 5 meter apenhang. Als je de balk kan aantikken, ga je uit de hindernis en vervolg je de route. Hindernis A7. De slackline, hij hangt hier nog niet opgespannen, maar straks wel. Via de slackline naar de overkant. Zorg ervoor dat je de eerste en de laatste paal echt aangeraakt hebt. Je kunt er ook voor kiezen om de hoekapenhang te pakken. En in dat geval ga je over de eerste balk, onder de tweede balk door en ook weer over de laatste balk heen. Hindernis B7. Je klimt via de schuine muur omhoog. En via de balkenladder ga je naar beneden. Je mag helemaal doorklimmen naar het muurtje, maar dat hoeft niet. Hindernis A8. Je komt via het houtsnippenpad aanrennen. Je klimt op het grote net. Vervolgens tik je de hoge balk aan. Daarvan mag je de ladder gebruiken. Je mag het ook via het touw doen. Daarna loop je door over het net en klim je via de andere kant naar beneden. Je mag zelf weten hoe je dit doet, of via de balkenmuur, of met een koprol, of via een van de touwen. En je rent verder over het houtsnippenpad. Hindernis B8, 2 hoge balken aantikken. Kies 2 verschillende obstakels om omhoog te klimmen, om de hoge balken aan te tikken. Hindernis A9. Stapbanden en staplussen. Je begint op de lage balk. Kwam via het houtsnippenpad aanlopen. Je klimt via de stapbanden zonder de grond te raken naar de overkant. Dan even uitrusten op de balk. Vervolgens ga je door in de staplussen. En zodra je voorbij de laatste staplus bent, kun je naar de grond toe en je route vervolgen. Hindernis B9. Dat zijn 2 lage swingovers. Kies 2 verschillende obstakels uit om bij de 2,5 meter balk een swingover mee te maken. Hindernis A10, het swingoverlaantje. Je klimt de eerste en de tweede swingovers, dus de ladder en de banden swingovers. Hierbij mag je touw gebruiken om naar beneden te gaan, maar niet om mee omhoog te klimmen. En de hoge 2 swingovers, dus de totempaal en de hoge banden, daarvan raak je de bovenste balk aan.
Dit kun je zien als de eindhindernis, want na deze hindernis hoef je alleen nog maar nog een keer de muur en het kruipnet te klimmen. Ik sluit het filmpje af met nog een aantal algemene regels. Regel 1. Snellere lopers hebben voorrang. Dat betekent als iemand uit een latere startgroep jou inhaalt, dan moet je diegene voorrang geven in een hindernis. We hebben een beperkte hoeveelheid sporen, dus je kan vaak maar maximaal met 2 mensen tegelijk een hindernis klimmen. Geef dan voorrang aan degene die sneller is. Stel je haalt een hindernis niet, dan mag je de hindernis altijd opnieuw proberen. Als de hindernis uit meerdere blokken bestaat, dan mag je het laatste blok waar je uitgevallen bent opnieuw doen. Dat betekent dat je bij de eerste rustbalk die je tegenkomt weer mag beginnen. Als er op dat moment iemand anders stond te wachten op de hindernis, dan moet je diegene wel voorrang geven. Je kan er ook voor kiezen om je hindernis af te kopen op het moment dat je hem niet gehaald hebt met 5 burpees. We werken dus in deze race niet met bandjes doorknippen. In principe haalt iedereen zijn bandje, maar burpees kosten wel tijd en heel veel energie. Dus je kan ervoor kiezen om de burpees te pakken, maar vervolgens doe je nog wel mee met de wedstrijd. Je moet altijd wel de hindernis eerst geprobeerd hebben. Je kan niet denken, oeh, deze is lastig, ik begin alvast aan de burpees. Zo werkt het niet. Tijdens de hindernis mag je alleen je eigen spoor gebruiken. Dus niet de touw ernaast pakken om jezelf te helpen over de hindernis te krijgen. Daarnaast, alles wat met rood-wit lint afgelint is, betekent dat je het niet mag gebruiken of aanraken. Dus let daar goed op. Dit gaat niet om een wedstrijd. Dat betekent dat je vrij bent om je eigen moeilijkheid te kiezen. Het belangrijkste is dat je een leuk evenement hebt. Dus soms kun je er ook voor kiezen om juist een iets moeilijkere hindernis te proberen. De jury is er niet om je op de vingers te tikken als het niet goed gaat, maar kan je juist soms helpen om toch die hindernis te halen. En tenslotte, vergeet niet te genieten. Deze sport is geweldig en deze wedstrijd is best wel pittig. Dus baal er niet te veel van als iets niet lukt, maar geniet vooral van wat wel lukt. Hopelijk zie ik jullie allemaal op 2 juli.